Goedenavond allemaal, mijn naam is Ulrik Kerjic. Ik ben officieel spreker voor SkyWorld Community voor Nederland. En de Nederlands sprekende Belgen onder ons hier zijn natuurlijk ook altijd van harte welkom. Daarnaast ben ik lid van het communicatieteam. Wij zijn verantwoordelijk voor de communicatie van SkyWorld Community, dan wel Unitsky String Technologies in Nederland. En ik ben professioneel gebruiker van de applicatie AdvaHunter. En daar kom ik later in deze presentatie, even kort op terug. Het milieu is op dit moment een hot item, een zeer belangrijk aspect om eigenlijk kort samen te vatten. We hebben te maken met een klimaat dat verandert, uitvindingen die worden gedaan waarvan we misschien denken dat is goed, maar dat kan natuurlijk altijd beter. En ja, sommige uitvindingen die worden gedaan die zijn natuurlijk wel goed, maar de uitwerking, ja, dat helaas werkt dat net iets anders uit dan vaak gedacht is. Maar goed, het zij zo, daar doen we niks aan. Maar sinds 1978 is één persoon ook bezig gegaan met de verandering van het klimaat. En hoe zou hij de aarde een stukje beter achter kunnen laten dan dat hij was? Dan zullen mensen zich vaak afvragen van ja, maar god, hoe kan het nou in 1978? We komen natuurlijk uit een periode waarbij we met heel veel industrie te maken hebben gehad. En waarbij er ook heel veel uitstoot is geweest. En ja, er zijn natuurlijk altijd mensen die een bepaald idee voor zich zien en die gaan ermee aan de slag omdat ze een idee op dat moment hebben. Maar simpel gezegd is de tijd er nog niet rijp voor om dat idee dan ook daadwerkelijk te lanceren. Nou, en wat is dat idee? Wij kennen dat idee voornamelijk als Unitsky String Technologies. Maar Unitsky String Technologies is eigenlijk een totaalconcept. Als we naar deze sheet kijken, dan zie je dat het een soort taart is en die is opgedeeld in vier delen, in vier kwarten. Wij gaan ons vooral vanavond focussen op Unitsky String Technologies, dat is het transportgedeelte. Maar naast Unitsky String Technologies bestaan er ook nog de U-Cities, dat zijn de lineaire steden. U-Terra, dat is eigenlijk de grond, dus de grondontwikkeling en er is windenergie. Dus al deze delen tenzamen vormen natuurlijk, waaronder Unitsky String Technologies. Dus het is eigenlijk een totaalconcept waarvan ik het idee heb, en ik ben absoluut niet geleerd op dat gebied, maar waarvan ik het idee heb dat dit concept eigenlijk het antwoord is op een hele grote vraag die we wereldwijd met z'n allen hebben. Nou, wie is Anatoly Unitsky? Anatoly Unitsky is dus de general designer van Unitsky String Technologies. Hij heeft in zijn hele werkende carrière, en op dit moment is hij nog steeds bezig, maar sinds 1978 heeft hij een x-aantal samenwerkingen met de Verenigde Naties. Heeft ook een aantal boeken geschreven, heeft een aantal prijzen gekregen voor het werk wat hij heeft gedaan. En zo kan ik zijn lijst van hetgeen wat hij heeft bereikt alleen maar langer maken. En hoe oostelijker je gaat op de aardbol, hoe bekender Anatoly Unitsky is met zijn idee. Hoe westelijker je gaat, hoe eigenlijk onbekender Anatoly Unitsky is. En hoe meer weerstand er is om zijn idee te implementeren. Nou, dit is Anatoly Unitsky met een van de vele certificaten. En dan zullen je afvragen, ja, maar waarvoor zijn die certificaten? Die certificaten die zijn nodig om zijn idee te beschermen en om aan te tonen dat zijn idee ook daadwerkelijk gewoon goed is. Maar dit zijn nog iets meer certificaten, dus je moet het voor je zien. En moeten vind ik een heel vervelend woord, maar de Nederlandse taal laat mij geen andere keuze soms. Maar het is goed als je zelf voor zou kunnen zien, ik zal toch een beetje spelen met de taal, dat hij iets ontwerpt en datgene wat hij ontwerpt, het kan een hele simpele schroef zijn, die moet worden beschermd. Op het moment dat hij dat niet doet, dan kan de concurrentie, bijvoorbeeld de Chinezen of uit welk ander land dan ook, die kunnen dat klonen en die kunnen met zijn idee aan de haal gaan, waardoor hij uiteindelijk niks heeft. Nou, dit zijn ook nog een aantal certificaten. En er rijst ook altijd veelal de vraag van, goh, wat maakt nou dat Unitsky String Technologies in Nederland nog niet actief is? Of in Europa nog niet actief is? Want het is toch zo'n goed concept? Nou, dat heeft eigenlijk met een hele simpele reden te maken. Dat heeft alles mee te maken dat hier er nog geen ruimte is om Unitsky String Technologies te implementeren in de bestaande infrastructuur. Waardoor komt dat? Het heeft ermee te maken dat overheden contracten hebben afgesloten met grote fabrikanten, denk aan treinfabrikanten of busfabrikanten, waardoor er dus voor een nieuwkomer zoals Unitsky String Technologies even op dit moment nog geen ruimte is. Is er wel ruimte voor? Dat is er wel zeker. Maar dat moet dus een private organisatie zijn die het ziet zitten in Unitsky String Technologies en die bereid is om de hele bureaucratie, of bureaucratisch gedeelte, om dat te doorlopen, om dat dus ook daadwerkelijk op het eigen grondgebied te kunnen realiseren. Is Unitsky String Technologies dan niet bekend bij de Europese Unie? Wel degelijk. Het certificaat op jullie scherm, het is een beetje klein, maar dat certificaat met een ja-logo of ja-vinkje. Deze is afgegeven door de Europese Unie te Brussel medio 2018.
Ah, dit is Anatoly Yunitskiy met een van de vele certificaten die hij in de recente periode, of recente geschiedenis, ook heeft weten te ontvangen. En dit is een certificaat dat aangeeft dat Yunitskiy String Technologies een bona fide bedrijf is. Dus dat betekent dat bedrijven wereldwijd gezien met een gerust hart zaken kunnen doen met Yunitskiy String Technologies. Nou, hetzelfde geldt ook voor dit certificaat. Het certificaat geeft aan dat Yunitskiy String Technologies in Wit-Rusland inmiddels is verheven tot een wetenschappelijke start-up. We zitten nog steeds in een start-up fase. Het klinkt misschien gek, maar Yunitskiy String Technologies is nog steeds een start-up. Maar dat doen ze nu op een wetenschappelijk niveau. Dus het geeft wel aan dat, dat er vanuit verschillende overheden zeer serieus wordt gekeken naar Anatoly Yunitskiy en het bedrijf Yunitskiy String Technologies. Ondanks de huidige situatie waar we nu allemaal mee te maken hebben, gaat de ontwikkeling van Yunitskiy String Technologies nog steeds in vol tempo door. En dit is Yunitskiy String Technologies, of tenminste zoals hij dat heeft bedacht en zoals het er nu uitziet. Wat hij heeft bedacht is natuurlijk een stukje anders. Maar wat hij nu heeft gerealiseerd is hetgeen wat we op de foto zien. En jullie zien een stukje tekst en ik zal er rustig omheen praten. Maar eigenlijk simpel gezegd is het een horizontale talen rails. Die is verplaatst van het eerste naar het tweede niveau. Het eerste niveau is de begane grond, dus dat is waar jullie het gas zien liggen. En het tweede niveau is dus in de lucht. Daar loopt niemand, dat hindert niemand. En dit alles wordt bij elkaar gehouden door intermediate ports die op verschillende spanwijdes van elkaar kunnen worden geïmplementeerd. En daartussen wordt zo'n stringrail gespannen en daarover kan dus een module rijden of die zouden ook aan kunnen hangen, waardoor die dus van de onderkant gebruik kan maken van dezelfde stringrail. Wat zou Yunitskiy String Technologies kunnen bereiken? Het is een goedkopere manier om te reizen van A naar B. Het is een goedkopere manier om te implementeren. Het zorgt voor een beter leefklimaat voor mensen en natuur. En zo kan ik ook deze lijst weer volop langer maken. Er zijn eigenlijk alleen maar voordelen die dit transportsysteem met zich meedraagt en meebrengt. In het verleden heeft men ook al geprobeerd om een transportsysteem te realiseren dat gebruik maakt van het tweede niveau. Toen ik pas begon te vertellen in mijn enthousiasme over Yunitskiy String Technologies, toen zeiden ook heel veel mensen, zeiden, ja, maar dat systeem dat kennen we, dat bestaat al in de Duitse stad Wuppertal. Er zijn meerdere Duitse steden die zo'n monorail systeem hebben. Nou, je hoort het al, veel mensen maken de vergelijking met Yunitskiy String Technologies nog steeds dat het een monorail systeem is. Nou, het systeem op de linkerfoto is een heel mooi systeem. Het is natuurlijk smaken verschillen. Het neemt nog steeds heel veel ruimte in beslag. En die trams worden ook nog steeds bestuurd door zogeheten machinisten. Als we naar de rechterkant kijken, dan zien we een foto die is genomen in een hele drukke stad. En het is eigenlijk in die stad is het een dagelijkse gang van zaken. De bussen en de auto's staan meer stil als dat ze rijden. En dit zorgt voor smogvorming. Sommige mensen zijn eigenlijk dagelijks 3 uur onderweg om op hun werk te komen. En dan moeten ze ook weer diezelfde 3 uur terugreizen. Dus al met al zie je dat de ideeën die worden bedacht dat die wel goed zijn. Maar dat langzamerhand de huidige infrastructuur gewoon dichtslipt. Zoals ik op mijn vorige sheet ook al zei, maken mensen nog altijd de vergelijking met Yunitskiy String Technologies dat het een monorail systeem is of een kabelbaan. Nou, dat is absoluut niet zo. Een kabelbaansysteem dan wel een monorail systeem hebben allebei andere technologische achtergronden. Als we ons nu gaan focussen tot het kabelbaansysteem, dan is het kabelbaansysteem veelal een getrokken systeem, waarbij de boven en beneden op een berg een motorwiel staat. Die zorgt ervoor dat de gondels die aan een kabel hangen of rijden, dat die van A naar B kunnen rijden. Denk hierbij aan een skilift. Die hebben af en toe nog wel eens bepaalde gebreken. Dat zo'n kabel stil komt te vallen. En dan is de hele skilift staat dan stil. En mensen moeten dan ook vaak uren wachten. Als we nu gaan kijken naar het innovatieve transportsysteem van Anatoly Yunitskiy, wat wij kennen onder de naam Yunitskiy String Technologies of U-Sky Transport, het mag allebei, dan zien we dat het ook wel op een kabel lijkt als we die rail bekijken, maar die rail is een stringrail. Dat is eigenlijk een getwiste snaar, is dat om het heel simpel te vertellen, en daaraan hangt een module. Maar deze modules zijn zelfsturend. Die hebben artificial intelligence, dus dat houdt in dat ze zelf kunnen nadenken, zelf kunnen bepalen wat ze doen, op welk moment ze iets moeten doen. Daarnaast beschikken ze ook over een aantal extra motorwielen, dus mocht er pech onderweg ontstaan, dan zijn ze altijd nog in staat om op welke manier dan ook te kunnen rijden naar het eerst op volgende dichtstbijzijnde station, waarbij mensen toch op een veilige manier kunnen uitstappen. En dit is een doorsnede van ons aardoppervlak. Wij mensen hebben altijd de neiging om iets te bouwen en op het moment dat wij mensen iets willen bouwen, moeten wij de hele boel egaliseren. En wat gebeurt er dan? Dan gebeurt er eigenlijk heel simpel gezegd, wat jullie op de foto zien, dan komen bepaalde dieren letterlijk en figuurlijk in het gedrang. Zodra de grond is geëgaliseerd,
moet er een fundering opkomen. En die fundering neemt ook al veel meer ruimte in beslag dan eigenlijk noodzakelijk is. Op het moment dat de fundering is gelegd, dan komt in dit geval een doorsnede van de spoorconstructor op. Dus je ziet eigenlijk dat er een soort drietrapsraket ontstaat, waarbij er heel veel ruimte is gebruikt om de grond te egaliseren. Vervolgens is er een fundering opgezet, dat heeft ook meer ruimte in beslag genomen dan eigenlijk noodzakelijk zou kunnen zijn. En uiteindelijk is dat komt er een doorsnede van de spoorconstructor op. Dus je ziet hoe dat er eigenlijk in doorsneden uitziet. En in sommige gevallen is dat ook gewoon nodig, omdat de huidige technologie waar wij mee te maken hebben, dit simpel gezegd gewoon van onze aarde vraagt. Als we nu gaan kijken naar het onderste plaatje, dan zien we dat de stringrail op het tweede niveau zich bevindt en dat je verticale pilaren ziet. En vanaf heden zal ik ze intermediate supports gaan noemen. Maar je ziet dat de intermediate supports op verschillende meters van elkaar staan gebouwd. En wat direct opvalt is dat ons aardoppervlak gewoon intact, eigenlijk nagenoeg intact blijft. Dus om een verdeling te houden, 5% is nodig om voor de bouwwerkzaamheden en 95% kan teruggegeven worden aan de natuur. De stringrail kan op verschillende spanwijdtes van elkaar worden geïmplementeerd. Dus je kunt hierbij denken aan spanwijdtes van 30 meter, 40 meter, 50 meter. Of zoals in de Emiraten en in Wit-Rusland nu al operationeel zijn op spanwijdte van 200 meter. En nu in de nabije weken zal de Trek 4 in Sharjah ook operationeel gaan. En daarbij staan de intermediate supports op een spanwijdte van 288 meter. Dus het geeft eigenlijk heel goed aan wat Unitsky String Technologies eigenlijk in petto heeft en wat ze zouden kunnen geven aan onze aarde. En dan heb ik het enkel eigenlijk nu alleen nog maar over het innovatieve transportsysteem waar we het nu over hebben. Nou, als zo'n stringrail uiteindelijk is gespannen, dan gaan de hulppilaren gaan weg. En dan zie je dat uiteindelijk de uiteindes nu nog in de grond staan, maar die uiteindes worden uit de grond gehaald en die worden verbonden met zogeheten anchor supports. Dus dan is eigenlijk de complete stringrail is volledig op spanning en ja, er blijft gewoon genoeg ruimte over, in dit geval voor de natuur. In het blauwe kadertje zien jullie een anti-derailment system en dat is eigenlijk het systeem wat zich bevindt onder de witte kappen van alle modules. Dat is een zeer belangrijk, eigenlijk heel belangrijk systeem, want als dit systeem de geest geeft, dan zou het kunnen ontsporen en ja, dan is een ramp veelal niet te overzien. Dus met dit systeem mag eigenlijk helemaal niks misgaan. Aan de rechterkant zien jullie een doorsnede van de stringrail, hoe dat eruit ziet. En dan zie je dat bij elkaar wordt gehouden door de behuizing. Aan de bovenkant zien jullie het contactpunt waarbij de wielen van de modules contact maken met de stringrail zelf. Dat is de railbedding. Unitsky String Technologies geeft op dit punt 100 jaar garantie af. Dus puur op het bovenstukje van de stringrail. En in de stringrail zelf zien jullie 6 getwiste snaren, zoals ik je net aangaf hoe dat eruit ziet. En alles wordt bij elkaar gehouden door opvulmateriaal, wat ook zorgt voor de versteviging. De modules kunnen ook op verschillende intervals achter elkaar rijden. Er wordt nu getest op intervals van 30 seconden, maar in de nabije toekomst moet je er niet gek van opstaan te kijken dat modules op een interval kunnen rijden van vanaf 2 seconden. Op deze sheet zien jullie een anchor support. Ik noemde het net een anchor support, maar een anchor support is een station. En alles van Unitsky String Technologies bevindt zich op het tweede niveau. Natuurlijk, dat station is wel gebouwd, maar dan kunnen mensen dus vanaf de begane grond met de lift of de trap naar boven. En alle transportpasseringen vinden dus op een veilige hoogte plaats, waarbij dus er genoeg ruimte overblijft voor de natuur en waarbij eigenlijk de huidige infrastructuur ook niet wordt gehinderd, maar waarbij ze er wel voor kunnen zorgen dat soms bussen of vrachtwagens, als het goederenvervoer zou betreffen, dat die tussen het verkeer uitgehaald kunnen worden. Dus dit zorgt eigenlijk ook weer voor minder milieuvervuiling, minder smog, minder files en mensen en goederen die op tijd op hun plek van bestemming kunnen zijn. In 2018 is de drone gepresenteerd aan het grote publiek op het Ecofest in Wit-Rusland. Op dit moment is het zo dat die nog steeds wordt getest. En zodra die door de testfase heen komt, zal die ook direct worden ingezet om commerciële projecten te kunnen bevoorraden. Zodat in moeilijk bereikbare gebieden de bouw van een stringrail toch gewoon door kan gaan en zonder al te veel vertraging de deadline zou kunnen halen. We hebben 3 soorten verschillende stringrails. We hebben een stijve spoorconstruct waarbij de modules eraan hangen. En we hebben een stijve spoorconstruct waarbij de modules eraan hangen en erop staan. Eigenlijk het
Het innovatieve van dit spoorconstruct is dat zowel de onderkant als de bovenkant onafzonderlijk van elkaar gebruikt kan worden. Dus modules hoeven niet op elkaar te wachten. Dat kan gewoon vlekkeloos doorgaan. En we hebben de flexibel spoorconstruct. En het woord flexibel zegt het al, dat is een gebogen spoorconstruct. En het mooie van dit spoorconstruct is dat de modules eigenlijk onophoudelijk energie blijven opwekken. Zodra ze naar het hoogste punt gaan, zullen ze wat energie verbruiken. Zodra ze naar het diepste punt gaan, wekken ze echt energie op. Doordat ze simpel gezegd dat het module enigszins op de rem staat. En die cyclus die zal zich dan weer voortzetten. Dus eigenlijk iedere keer zodra die de lucht in gaat, zal hij wat energie verbruiken. Zodra die naar het diepste punt gaat, wekt die energie op. Dus het is een heel mooi systeem. Daarnaast is het ook mogelijk door middel van staal op staalwrijving om energie op te wekken. En die energie wordt ook afgevangen of opgevangen in een van de vele accu's die de modules met zich meedragen tijdens de rit. En de verdeling die je zou kunnen maken, wat ze zouden kunnen afstaan voor stedelijk gebruik, is ongeveer 80-20. 80% kunnen ze afstaan, 20% hebben ze eigenlijk nodig om weer zelf door te kunnen. Daarnaast is ook de aerodynamica een zeer belangrijk aspect van Unitsky String Technologies. Het is zo dat je op het moment dat je iets gaat ontwerpen, dat je er eigenlijk voor wil zorgen dat het zo aerodynamisch mogelijk is. Dus dat het zoveel mogelijk de wind om het object kan geleiden. Als we nu naar de auto kijken in het linkerblauwe kadertje, dan zie je dat het aan de voorkant wel redelijk goed gaat. Maar aan de achterkant ontstaat een soort windcirculatie. Ik noem het maar even voor het gemak vuile lucht. En dat zorgt natuurlijk voor een hele hoop hinder voor de achterliggers of modules die in tegenovergestelde richting voorbij komen rijden. Als we nu kijken naar het blauwe kadertje rechtsonder, dan zien jullie in dit geval een module van de U-Flash. En dan zie je dat zowel voor als achterlangs de wind tot een mooi punt weer bij elkaar komt. Dus dit zorgt ervoor dat er helemaal geen vuile lucht achter de modules ontstaat. Zodat modules die in tegengestelde richting voorbij komen rijden, daar ook geen hinder van hebben. Of modules die er achteraan rijden, ook geen hinder van hebben dat de module voor hun rijdt. En hoe staat het dan met de U-Flash? De U-Flash is gepresenteerd op de InnoTrans in Berlijn. Dat is in september 2018 geweest. En in 2019 is hij op het Ecotechnopark tentoongesteld voor echt het grote publiek. Die hebben hem ook kunnen zien rijden. Maar het is zo dat deze module eigenlijk een testbaan nodig heeft van plusminus 25 kilometer lang. 10 kilometer heeft hij nodig om te accelereren van 0 tot 500 kilometer per uur. 10 kilometer is nodig om op zijn topsnelheid te blijven. En 5 kilometer heeft hij nodig om op een rustige manier tot stilstand te komen. Op dit moment is het wel zo dat ze zowel in Wit-Rusland als in de Verenigde Arabische Emiraten aan het kijken zijn waar ze zo'n testbaan kunnen bouwen. Maar het is echter wel zo dat bijvoorbeeld in Wit-Rusland zijn de bouwkosten iets goedkoper dan in de Emiraten. Dus ja, je hebt met heel veel aspecten te maken om iets te realiseren. Maar het is nog steeds zo dat ze ermee bezig zijn, want de testbaan in Wit-Rusland die we nu hebben op het Ecotechnopark, die is helaas te kort, die is maar 900 meter lang. En dit is de rolling stock of het totale arsenaal aan modules wat Unitsky String Technologies nu heeft. Alle modules, behoudens de U-Flash, hebben een topsnelheid van 150 km per uur. En zoals reeds gezegd heeft de U-Flash een topsnelheid van 500 km per uur. De bovenste is de UniWind. En de UniWind is een lichtgewicht module, zou kunnen worden ingezet voor, als vervanging voor een skilift. Biedt dus plaats aan twee personen. Dan krijgen we de Unibike. De Unibike is de eerste geteste en gecertificeerde model van Unitsky String Technologies. Dit is einde 2016 gebeurd, moet ik zeggen. En deze biedt plaats aan twee personen. Het mooie van deze module is dat hij zowel in manual modus, dus echt handmatig kan worden bediend, als volautomatisch. Nou, handmatig moet je natuurlijk denken dat je zelf moet trappen, maar dan kun je dus zelf vooruit komen. Dan krijgen we de Unicar, T1 en T3. Eigenlijk compleet identiek aan elkaar, behalve dat bij de T3 er plek is voor 18 personen en bij de T1 plek is voor 6 personen. De U-Flash, reeds gezegd, in deze configuratie is er plek voor 6 personen en heeft een topsnelheid van 500 km per uur. De Unibus U4210 biedt plaats aan 12 tot 14 personen in enkele versie. En hoe meer modules er achteraan komen, hoe meer plek er is. Datzelfde geldt voor de Unibus U4220T2. In de enkele versie is er plek voor 25 personen. In de driedubbele versie is er plek voor 64 personen. En dit is de vijfde generatie modules van Unitsky String Technologies. Aan de rechterkant hebben we de Unilight of de U-Light. En aan de linkerkant hebben we de
U-Lite. En aan de rechterkant hebben we de U-Carat. Nou, de U-Carat is op dit moment eigenlijk in het einde van zijn opbouwversie. En die zal binnen nu en niet al te lange tijd zowel in Wit-Rusland als in de Verenigde Arabische Emiraten worden getest. In deze configuratie is er plek voor 25 personen. Dus je ziet eigenlijk al een hele hoop positiviteit die nu in ontwikkeling is. Ook op het vrachtvervoer heeft Unitsky Steam Technologies eigenlijk niet stilgezeten. Op dit moment zijn ze bezig om de Unicont te ontwikkelen. De Unitruck is een module die eigenlijk alle simpele goederen zou kunnen verplaatsen van A naar B. Denk hiervoor aan zout die is gewonnen of suiker die is gewonnen van het land of mais. Dat kunnen ze volautomatisch laden en ook weer lossen. En we hebben de Unitrans. En de Unitrans is een hele grote lopende band die eigenlijk zou worden kunnen ingezet om bijvoorbeeld gebieden waar bijvoorbeeld zout wordt gewonnen of steenkolen worden gewonnen, dat ze die toch op een veilige manier bij een overslagpunt kunnen krijgen zonder dat vrachtwagens moeilijke bergpassages hoeven te doorkruisen. Er is zeer concrete interesse voor deze Unitrans vanuit eigenlijk de landen in Azië. Denk hierbij aan Kazachstan. Die landen heb je ook voorbij kunnen zien komen in eerdere officiële berichten. Dus al met al zie je dat de ontwikkeling en de potentie die Unitsky String Technologies nu heeft zeer positief is. En dit zijn de eerste beelden van de Unicont zoals hij eruit gaat zien. De Unicont is een grote containermodule die 20 en 40 voet zeecontainers kan verplaatsen van A naar B. Nou, in de bovenste foto's zien jullie dat het een 3D tekening is. En op de onderste twee foto's zien jullie hoe de module er in werkelijkheid uit gaat zien. En dit is de U-Lite, zoals jullie net een paar sheets terug ook zagen. Dit is de module die speciaal is ontworpen voor het eerste commerciële traject. En dat traject bevindt zich langs het Eco-Technopark. Aan de rechterkant zien jullie een foto, waarbij je ook een stringrail gespannen ziet. En op de achtergrond zie je het Eco-Technopark. Naast het Eco-Technopark is een heel groot ecologisch vakantiepark verrezen, waarbij mensen kennis kunnen maken met de leefstijl of de leefvisie van Anatoly Unitsky, hoe hij dat voor zich ziet. En dat is niet een visie die bedoeld is om mensen te indoctrineren. Nee, het is eigenlijk een visie die bedoeld is om met mensen te delen. En eigenlijk vanuit de feedback die mensen teruggeven om het idee wat Anatoly Unitsky heeft ontworpen, om dat weer verder te creëren. Dus al met al kijken we hier toch naar iets bijzonders. Dus dit is eigenlijk de module voor het eerste commerciële traject. Dat heeft Anatoly Unitsky ook in 2020 op het online Ecofest zelf aangekondigd. Deze baan is ongeveer 1125 meter lang. Dus ja, eigenlijk zien we hier een hele hoop positieve ontwikkelingen voor onze ogen. En dit alles gebeurt natuurlijk door een enthousiast team van 1000 mensen die het idee van Anatoly Unitsky ook daadwerkelijk vorm gaan geven. Want ja, Unitsky kan een mooi idee hebben, maar ja, uiteindelijk heb je elkaar nodig om verder te komen. En dit gebeurt dus door middel van 1000 enthousiaste engineers die dag en nacht bezig zijn om dit idee vorm te geven, het idee verder te helpen en het idee te realiseren. Op het moment dat de 3D-tekeningen klaar zijn, dan gaat het naar de fabriek en daar wordt het in elkaar gezet op de assemblagelijn. Dus er wordt langzamerhand geproduceerd. Deze fabriek is inmiddels ook een stukje uitgebreid, want achter de schermen is de vraag vele malen groter dan dat wij in de gaten kunnen hebben. Maar je ziet al met al dus ook weer positieve ontwikkelingen op dit aspect. En dan hebben we het Eco-Technopark. Het Eco-Technopark is eigenlijk een grote showroom in de open lucht. Het is een voormalig militair tankterrein dat Unitsky String Technologies heeft gekregen van de overheid. En ze hebben dat weten om te toveren tot een florerend ecologisch testpark, waarbij ze dus verschillende aantal stringbanen hebben, ecohuizen hebben. Er wordt op milieuvriendelijke manier groenten geteeld. Dus eigenlijk al met al zie je hoe het ook zou kunnen. En delegaties worden hier natuurlijk ook met enige regelmaat ontvangen om op die manier zelf kennis te nemen met hoe het is om met Unitsky String Technologies te rijden, wat die modules kunnen en ja, wat eigenlijk het idee is van Anatoly Unitsky. Er wordt getest in verschillende weersomstandigheden en dat is natuurlijk ook wel een heel belangrijk aspect. Er wordt getest, in dit geval is er getest geweest in onophoudelijke regenbuien, omdat er een vraag uit Azië kwam van goh, we hebben ook interesse in jullie modules, maar zijn ze waterdicht? We hebben te maken met onophoudelijke regenbuien en we willen eigenlijk dit soort modules wel implementeren in onze huidige infrastructuur. Nou,
Wat heeft Anatoly Yunitskiy gedaan met zijn engineers? Die hebben een module letterlijk en figuurlijk onder de douche gezet voor een aantal dagen lang. En ze zijn gaan kijken, blijft het compartiment voor de passagiers droog? Blijft het elektronica compartiment droog? En functioneert eigenlijk alles zoals ze het hebben berekend? Nou, dat is het geval geweest. Dus deze module is ook gecertificeerd om bijvoorbeeld in zware regenomstandigheden te kunnen functioneren. Daarnaast wordt er ook gebouwd in verschillende soorten weersomstandigheden. We zien op deze foto gigantisch veel sneeuw. We hebben vooral te maken met kwakkelwinters en kwakkelzomers. Maar bijvoorbeeld in Azië, en denk aan Noord-Azië zoals Rusland en al die andere landen, die hebben te maken met behoorlijk strenge winters. En ja, dan is het natuurlijk wel de bedoeling dat je iets kunt leveren wat je ook op dat moment zou kunnen bouwen. Dus er wordt echt getest op verschillende weersomstandigheden. Enkele weken geleden heeft de Unibus U4220D2 een kleine upgrade gehad. En dat zien we hier ook. En inmiddels is die weer bevestigd aan de stringrail in Wit-Rusland. En zijn ze aspecten die dit model met zich heeft gekregen, zijn ze gaan testen. Denk hierbij aan betere luchtcirculatie in de cabines. Suspensie voor eigenlijk een soort van voor het elektronica compartiment. Want ja, zo'n module rijdt, maar ja, iedere hobbel die zo'n module zou kunnen hebben, dat is natuurlijk niet prettig als je dat zelf zou ervaren als passagier. Dus er wordt eigenlijk ontworpen, er wordt gerealiseerd, maar er wordt tegelijkertijd ook alweer verbeterd. Daarnaast zijn ze ook bezig met een nieuwe stringrail te realiseren op het Ecotechnopark in Wit-Rusland. Dus al met al zie je dat we ooit zijn begonnen met vier banen, maar inmiddels gaan we straks naar baan 5, 6 en 7. En dit is een foto die is genomen op het Ecofest van 2019. En wat zien we hier? Twee modules die gebruik maken van één stringrail. Bovenop zien we de U-Flash en onderop zien we de Unibus U4220D2. Dus het laat zien hoe efficiënt eigenlijk dit systeem is en zou kunnen zijn. Het geluid is natuurlijk ook een heel belangrijk aspect voor Yunitskiy String Technologies. Eigenlijk is alles compleet geïsoleerd, dus zelfs de stringrail zelf is geïsoleerd. Dus het geluid kan geen kant op, behalve de richting waar de module naartoe gaat. Het mooie is natuurlijk wel dat bijvoorbeeld dieren die leven in een bepaald leefgebied en die best wel schrikkerig kunnen reageren van dergelijke geluidshinder, daar ook geen hinder van zullen ondervinden. Daarnaast produceren de modules zelf een geluidscapaciteit van ongeveer 85 decibel. Dus op het moment dat het op 150 kilometer voorbij komt rijden, heb je het geluid eigenlijk pas gedetecteerd voordat je het hebt gezien. Even kijken, dat gek? Ja, dat klinkt. Je hebt het geluid pas gedetecteerd. Als de module voorbij is, heb je het geluid gedetecteerd. Het klonk een beetje krom, excuus. Maar goed, op naar de samenwerkingen. Die zijn ook heel belangrijk. Zonder samenwerking kun je er gewoon niet komen. En Yunitskiy String Technologies werkt samen met eigenlijk de grootste bedrijven op de wereld. En dit is een van de meer bekendere. Dit is het Belgische bedrijf Bekaert. En zij hebben Haspels geleverd, zowel in Wit-Rusland als in de Verenigde Arabische Emiraten. Daarnaast werken ze ook samen met het Chinese bedrijf Lenovo. En Lenovo heeft eigenlijk alle datasystemen geleverd aan U-Sky Transport in de Emiraten. En zo zie je dat ze op verschillende aspecten eigenlijk de grootste en meest bekendste bedrijven achter zich hebben staan. En als we dan een klein sprongetje maken naar de Verenigde Arabische Emiraten, dan komen we uit op het Sharjah Research and Technology, Innovation and Technology Center. Het is een hele mond vol, maar wat is het Sharjah Research Technology and Innovation Park? Dat is eigenlijk een grote verbindingshub. Yunitskiy String Technologies heeft het product, heeft het idee. En het Sharjah Research Technology Innovation Park heeft de contacten. En wat doen zij? Zij brengen de contacten in verbinding met het product. Dus dat heeft ervoor gezorgd dat verschillende delegaties eigenlijk nu al de weg hebben weten te vinden naar het U-Sky Transport and Certification Center. Nou, op deze foto's, voornamelijk 3D tekeningen, zien jullie ongeveer hoe het eruit gaat zien. En aan de rechterkant zien jullie al foto's van twee bestaande gebouwen. De 400 meter lijn is compleet gecertificeerd. Het houten ecohuis is ook volledig klaar, ook gecertificeerd. Mooi detail, het is het enigste houten bouwwerk in de hele Emiraten.
Omdat het daar nogal heet kan worden, zijn ze niet zo happig op houten constructies. Maar Anatoly Netsky heeft het voor elkaar weten te krijgen om dit gebouw daar toch te mogen realiseren. Dus het geeft wel aan dat ook de Emiraten eigenlijk met zeer veel belangstelling naar de ontwikkeling kijken van Unitsky String Technologies. En dit is de baan van 400 meter lang. Die is getest en die is volledig gecertificeerd. Dit zijn de eerste meters die de Unica U44-3101 heeft gereden, onder toezicht ook van de Sheik van Sharjah. Dus eigenlijk zie je hier gewoon een hele mooie geschiedenis voor je ogen ontstaan. En dan zullen mensen zeggen, ja, geschiedenis, geschiedenis. Ja, als we het gewoon allemaal samenvatten, en als we voor de mensen die misschien al langer participeren in dit mooie project, ja, dan zie je toch eigenlijk dat je van 3D-tekeningen langzamerhand in de realiteit komt. Daarnaast wordt er ook getest op goederenvervoer, dus er wordt ook getest in de Emiraten op passagiers en op goederenvervoer. En dan zul je denken, ja, maar dat is maar een mini-container, wat kan dat nou doen? Alle modules die Unitsky String Technologies ontwerpt, worden in hun testfase beladen met hele grote vaten water of hele grote zakken zand. En waarom is dat? Dat is om ervoor te zorgen dat alles wat is ontworpen, dat het ook gewoon blijft functioneren. Want je kunt jezelf niet veroorloven dat je als bedrijf op de beurs bent. En dat is iets wat een hele hoop participanten natuurlijk nauwlettend in de gaten houden. Maar op het moment dat je commercieel bent en er zou een ramp zich voltrekken, dan zal het niet goed zijn voor de koerswaarde. Die zal direct imploderen met alle gevolgen van die. Nou, dat willen wij niet. Dat wil je niet. String Technologies ook niet. Dus daarvoor kiezen zij ervoor om alles tot in den treuren te testen. Zodat ze dat straks uiteindelijk met met een goed product, met een veilig gevoel, de markt kunnen betreden. Nou, wat nou als een module niet meer van zijn plek afkomt? Wat nu als dermate echt een probleem is wat niet opgelost zou kunnen worden? Dan is het toch nog altijd een plan D of C of E, hoe je het wil noemen. En op deze manier kunnen mensen via een kabelsysteem toch de module veilig verlaten. En dit is Unitsky met een van de vele certificaten die hij inmiddels in de Emiraten ook heeft gekregen. Nou, dit certificaat geeft aan dat de stringrail in de Emiraten, dus de lijn van 400 meter, dat die veilig is. Dus mensen kunnen daar met een veilig gevoel mee rijden, mee werken. En dit is een ISO-certificaat en dat is een management kwaliteitscertificaat. En dit geeft aan dat alle managementlagen in de organisatie compleet op orde zijn en dat alles naar behoren functioneert. Dit is niet een certificaat wat je heel makkelijk kunt kopen. Hier moet je hele zware audits voor doorlopen om dit certificaat te verdienen. ISO is een internationaal erkende organisatie. Zit ook in Nederland. Bedrijven zoals KPN hebben ook zo'n certificaat. Dus het geeft wel aan hoe Unitsky String Technologies als bedrijf zijnde zelf functioneert. Ook in de Emiraten is Unitsky String Technologies inmiddels op wetenschappelijk niveau bezig. Dus ook daar hebben ze in de opstartfase eigenlijk een niveau van start-up en op een normaal niveau verlaten. Maar zijn ze toch op wetenschappelijk niveau aan het opereren. Dus het geeft echt aan dat ze worden ondersteund door eigenlijk alle internationale bedrijven om dit te kunnen. Nou, dit is Anatoly Unitsky. Hij heeft zelf de testbaan van 2,5 kilometer lang beoordeeld. Dat is testlijn 4. En ja, dat is eigenlijk alles naar behoren goed. En inmiddels is testlijn 4 is die ook af. Dat wil zeggen, er moeten nog wat kleine werkzaamheden aan worden gedaan. Maar de complete stringrail hangt. En dat is eigenlijk een zeer uniek spektakel is dat geweest. Want het is wereldwijd nog nooit voorgekomen dat ze eigenlijk een lijn van 2,5 kilometer lang rustig horizontaal hebben weten op te tillen. Dus er gebeuren eigenlijk ook een hele hoop unieke situaties op dit moment in Sharjah. Nou, en dit is het certificaat wat aangeeft dat de intermediate supports voor testlijn 4 naar behoren functioneren. Dus we zullen binnen nu al niet al te lange tijd ook wel de melding krijgen en de mededeling krijgen dat de stringrail zelf ook volledig gecertificeerd zal zijn. En dit is testlijn 2. Testlijn 2 is de bogenconstructie, die staat er ook al een aantal jaar. Maar inmiddels is ook het containerdepot volop in aanbouw. En op de rechterfoto zien we hoe dat er in 3D uitziet. Uiteindelijk zullen we dat ook straks in het echt gaan zien. En deze lijnen lopen van het houten ecohuis 2,5 kilometer lang helemaal door tot het hoofdkantoor van het Sharjah Research and Technology Park.
Dus je ziet eigenlijk hoe erg de organisatie in de Emiraten het ziet zitten in Unitsky String Technologies. Als ik het kort moet samenvatten, dan is het transportsysteem CO2-neutraal, milieuvriendelijk. En ik kan die lijst eigenlijk maar langer maken. Het is een goedkope manier om te reizen van A naar B. En ja, eigenlijk zit er een hele hoop voordelen aan dit concept, project, zo je wil. Zijn er negatieve aspecten? Nou, mijn inzien niet. Maar goed, smaken verschillen, ideeën kunnen verschillen. Ik denk dat we eigenlijk langzamerhand met z'n allen kijken naar een stukje geschiedenis wat zich voltrekt voor onze eigen ogen. En dan de updates. Alles is begonnen met een aanvraag van CNN. En ja, ik realiseer me ook dat ik dit al heel lang vertel. Maar het is eigenlijk gewoon een heel mooi kort verhaal. Want dankzij CNN is het nu een komen en gaan van internationale journalisten, telecombedrijven en andere bedrijven. Die komen kijken wat er gebeurt op dat testpark in de Emiraten. Want ja, dat is toch wel vrij uniek. Dat kennen wij niet. En ja, daar willen we verslag van maken. Dus wereldwijd op alle continenten is er inmiddels verslag gedaan van de ontwikkeling van Unitsky String Technologies. En voor de mensen die al iets langer participeren in dit mooie concept, waaronder ikzelf, kunnen zich heel goed nog voor de geest halen hoe negatief men in het recente verleden was. En die negativiteit is natuurlijk niet van de baan, want dat ondervinden we misschien een aantal van ons nog steeds heden ten dagen. Maar als je het internet opgaat, dan zul je natuurlijk nog van alles zeker kunnen vinden. Maar het zijn wel dezelfde organisaties of overheidsorganen die aangeven van goh, dit transportsysteem, wij waren daar negatief op, maar we zien op dit moment wel degelijk dat het eigenlijk de beste mogelijkheid is die we zouden kunnen implementeren in onze bestaande infrastructuur of infrastructuur die we nog willen gaan bouwen. Dus al met al zie je dat overheidsinstellingen langzamerhand ook positief worden. Ja. En dit is Anatoly Unitsky met koning Letzi III. Dus Anatoly Unitsky bevindt zich inmiddels al in de hoogste konterijen van bekende personen op aarde. Lesotho is een land wat zijn grens deelt met Zuid-Afrika. En zij willen eigenlijk een traject hebben van het land Lesotho naar de havenstad Durban in Zuid-Afrika, zodat ze op een efficiëntere manier ook goederen zouden kunnen transporteren naar hun eigen land. Zodat ze ook hun economie daarmee kunnen op laten bloeien. En ook in Indonesië heeft men de banden weer aangehaald. In het recente verleden was er ook sprake van potentiële commerciële trajecten in Indonesië. Dat is wat naar de achtergrond gegaan, maar inmiddels zijn ze daar ook nu bezig om serieus te kijken onder de vlag van Youscoffery. En Youscoffery is een van de bedrijven onder de paraplu van Unitsky Corporated. Het is een holding. Dus dat kan ik in de komende webinars ook nog wel een keer met jullie delen, zodat jullie daar ook een betere indruk van krijgen. Maar Youscoffery heeft een samenwerking met een Indonesische autoriteit om te kijken naar een traject van plusminus 3 kilometer lang van een station naar een winkelcentrum, waar men normaal gesproken 3 kwartier over doet om dat toch iets te versnellen. Dus je ziet ook dat nu de serieuze stappen in Indonesië langzamerhand ook van de grond komen. Het 15 kilometer lange traject in Dubai, nou dat is in ontwikkeling. Nadezhda Kosareva, CEO van Unitsky String Technologies, heeft dat ook aangegeven. Dit kun je ook terugvinden op de officiële site. Dat is het traject van 15 kilometer lang met 21 opstapstations. Die moet worden gerealiseerd, waarbij dus ook toeristen en eigenlijk forensen op een nog efficiëntere manier door Dubai heen kunnen gaan. De RTA heeft afgelopen jaar op de InnoTrans in Berlijn deelgenomen. En ze hebben dat gedaan met de module van Unitsky String Technologies. Dus op deze manier hebben zij ook weer laten zien van met dit bedrijf willen wij onze toekomstvisie langzamerhand gaan uitwerken. En willen wij ervoor gaan zorgen dat wij het idee wat we hadden, dat dat ook gerealiseerd kan worden. Nou, ook in Sharjah heeft men aangegeven op het moment dat Unitsky String Technologies tot positieve certificering komt op het testpark, dus dat alle lijnen zijn gebouwd en dat ze allemaal zijn gecertificeerd, dan zullen wij ook de eerste commerciële trajecten in het Emiraat Sharjah aankondigen. Een traject wat al langer komt is een traject van 130 kilometer lang. Dat gaat van het Emiraat Sharjah naar de oostelijke plaats Korfakkan. Dat behoort ook toe tot het Emiraat Sharjah. Maar zij willen dat gaan realiseren, omdat Korfakkan ligt aan de oostkust, aan de zee. En dat heeft eigenlijk zeer veel potentie in de haven.
Daarna zullen ze ook een traject van 10 kilometer of 15 10 kilometer hebben in de lokale plaats Korfbakkan. Dus dan zie je eigenlijk dat er al in de wandelgangen twee trajecten zijn aangegeven. Al deze informatie kun je ook terugvinden op de officiële kanalen van Unisci String Technologies. En hier hebben Unisci String Technologies met Oleg Seretsky, CEO van YouthCoffery, tezamen met overheidsfunctionarissen van het Emiraat Abu Dhabi. En het Emiraat Abu Dhabi geeft ook aan dat zij trajecten willen hebben van Unisci String Technologies in hun emiraat. Dus al met al zie je hier eigenlijk al een aantal potentiële commerciële trajecten. Daarnaast hebben ze ook samenwerking met verschillende universiteiten. En ja, deze vond ik wel leuk om te delen. Ook vrouwen die doen het behoorlijk goed. En ik vind dat ook gigantisch mooi om dat te zien. En ik denk dat dat ook gewoon belangrijk is. Maar ze werken ook samen met onder andere een universiteit waar heel veel vrouwen op studeren. Daarnaast werken ze ook samen met andere universiteiten, zoals de University of America. Universiteiten in Wit-Rusland, daar werken ze eigenlijk allemaal mee samen, om het zo gek niet te bedenken. En ze ontvangen ook studenten van internationale universiteiten. Denk bijvoorbeeld aan, zoals jullie hier op de foto ziet, de universiteit uit India. Dus al met al zie je dat, dat dit systeem en dit concept langzamerhand internationaal gigantisch positief in de schijnwerpen staat. En dat, dat studenten daar ook heel graag kennis van willen nemen. En dit is eigenlijk ook wel leuk om met jullie te delen, want de commerciële trajecten, dat willen wij graag weten. En hoe staat het er nu voor? Nou, dit jaar is er een bestand vrijgegeven waarin we konden zien dat ze bezig zijn om te kijken naar potentiële commerciële trajecten. Nou, dit zijn de potentiële. En dan zie je dat bijvoorbeeld Bahrein staat ertussen. India, Indonesië, zoals reeds aangegeven, en Lesotho. Dus die landen heb ik ook reeds aangegeven. Het kan inmiddels wel zijn dat ze inmiddels nu iets verder zijn in de onderhandelingen, dus dat dit geen potentiële commerciële trajecten meer zijn, maar dat het gewoon commerciële projecten zullen zijn voor de nabije toekomst. En dit zijn de commerciële trajecten. Zoals Unisci String Technologies die zelf heeft bekendgemaakt, middels hun eigen officiële informatie. Nou, de Verenigde Arabische Emiraten, daar hebben jullie net ook een aantal sheets van kunnen zien. De Verenigde Staten, nou, dat is een mooie verrassing. Rwanda, El Salvador en Kazachstan. Nou, eigenlijk heb ik Kazachstan ook aan het begin genoemd. El Salvador is een land wat zeer concreet is. En Rwanda ook. In de oudere webinars heb je dat ook kunnen zien, hoe die ontwikkeling tot stand is gekomen. Dus we kijken hier eigenlijk al naar een aantal commerciële trajecten. Dat die dus eventueel zouden kunnen komen. Ik heb ook voor het gemak de wereldkaart, of de landen van de wereldkaart erbij gepakt, zodat je ook ziet waar ze plaatsvinden. Het realiseren van een commercieel traject duurt ongeveer, als alles meewerkt, 2 jaar. Dus van begin tot eindpunt 24 maanden. En het is eigenlijk opgedeeld in verschillende fases. Je hebt een feasibility studie, dus dan gaan ze kijken naar de mogelijkheden. Dan moet er gebouwd worden, dan moet er geproduceerd worden. En ja, dit zijn eigenlijk allemaal stappen om te komen tot positieve conclusie van het realiseren tot een commercieel traject. Deze foto kun je ook terugvinden op de officiële site www.ust.inc. Daar kun je deze informatie ook op terugvinden. In het begin van mijn presentatie gaf ik aan dat ik professioneel gebruiker ben van de applicatie AdverHunter. En wat is AdverHunter? AdverHunter is een augmented reality based applicatie. Sorry, ik kom even niet op het Nederlands woord. Maar die maakt het dus mogelijk middels augmented reality technologie om een visualisatie te maken van Unisci String Technologies. Dus dat betekent dat je in feite niet meer een 3D visualisatie nodig hebt om mensen te laten zien, maar dat je dit middels je eigen smartphone kunt realiseren. En dat heb ik ook gedaan. Mijn visualisaties worden op dit moment gebruikt in verschillende presentaties, dan wel voor AdverHunter zelf of andere officiële presentaties, om mensen op deze manier toch wel de best mogelijke indruk te geven die je kunt laten zien van Unisci String Technologies. Het mooie van deze technologie is dat de modules bewegen echt in je eigen op je eigen beeldscherm van je telefoon. Dus ja, ze komen eigenlijk letterlijk en figuurlijk een beetje tot leven. Oh, moet wel een sheet vooruit.
En dit zijn de informatiekanalen die je nog kunt raadplegen. Mocht je vragen hebben, dan kun je natuurlijk ook altijd de telefoon pakken en net die Sommers of mij contacteren. Maar ja, wil je het antwoord zelf vinden, dan kun je dat sowieso terugvinden op www.skyway.capital. Dan krijgen we de Skype groep. Er komt een nieuwe Skype groep. Dat zeg ik ook al een aantal webinars, maar ja, die gaat er echt aankomen. En we hebben een Telegram groep waarvan ik eigenlijk iedereen kan aanraden op het moment dat eigenlijk een van de verschillende kanalen niet meer bereikbaar is. Zorg er altijd voor dat je een derde informatiekanaal tot je beschikking hebt. Zodat je toch in contact kunt blijven en dat je niet hoeft in de paniek hoeft te schieten op het moment dat je ons niet meer zal kunnen benaderen of dat de site even offline is. Dan krijgen we de officiële site van Unitsky String Technologies, dat is www.ust.inc. Dan krijgen we de officiële site van Anatoly Unitsky zelf, dat is www.unitsky.engineer. En dan krijgen we de Facebookgroep, daarop post ik dagelijks alle updates, dat doe ik ook in de Telegramgroep. Alle updates die vrij worden gegeven van Unitsky String Technologies of SkyWorld Community als platform, die deel ik dan met jullie. Mochten jullie nog een vraag hebben over een probleem waar je niet mee uitkomt, een probleem met de helpdesk of een ander probleem, technisch probleem, laat het ons even weten. Wij geven eigenlijk 52 webinars in het jaar om ervoor te zorgen dat eigenlijk op de meest simpele vragen de voor jullie heel snel en heel laagdrempelig een antwoord zou kunnen komen, zodat we tijd overhouden om echt de probleemgevallen ertussenuit te halen, zodat we daar ook gewoon de tijd voor kunnen nemen. Mocht je daar echt een vraag hebben waar je gewoon niet mee uitkomt, schroom niet, pak de telefoon en ja, neem contact op met Nettie of mij. Wij zijn er echt voor jullie om die vragen te beantwoorden. Nou, dan ben ik bijna aan het einde gekomen van mijn presentatie. Zoals ik in het begin van de presentatie ook aangaf, is er toch wat positief nieuws te melden. Het positieve nieuws is dat SkyWorld Community op dit moment bezig is om een trainingsplatform te realiseren. En dat trainingsplatform is eigenlijk bedoeld om mensen de juiste kennis te geven, de juiste informatie. Omdat we in het recente verleden te maken hebben gehad met informatie die gewoon niet correct was. Neem de beursgang. Heel veel mensen hadden zoiets van, ja, maar in 2018 zou er een beursgang komen en die is er nog niet en we begrijpen dat niet. Nou, dat is heel vervelend, dat realiseer ik me ook. Ik heb dat zelf ook ondervonden. Maar dat is ook een van de redenen dat ik mijn schouders eronder heb willen zetten om jullie toch eigenlijk de meest belangrijke informatie mee te geven. En ik ben ook persoonlijk betrokken bij de ontwikkeling van dat trainingsprogramma om te beoordelen of het correct is of dat alle informatie klopt. Zodat ik jullie toch de best mogelijke informatie kan meegeven. Zodat jullie de rode lijn kunnen zien en alles blijven kunnen volgen. In die informatie zal ook informatie, tenminste in dat programma, en dat is heel vrijblijvend, het is een trainingsprogramma, ja, het is een training in de vorm van dat je jezelf toch even de tijd en de rust en de ruimte gunt om die informatie tot je te nemen. Maar in dat programma zul je ook informatie kunnen vinden betreffende eventuele beursgang, betreffende andere belangrijke informatie die voor jullie en voor een hele hoop anderen belangrijk is. Dus al die informatie komt tot jullie beschikking. Er komt een heel groot event als alles doorgaat ergens in februari. En ik wil eigenlijk ook in de komende weken een deel van deze webinar ingaan vullen, zodat ik jullie ook wegwijs kan maken wat er eigenlijk gaat komen. Dus nogmaals, is er een antwoord op wanneer komt er een beursgang? Ja, die is er. Is er een antwoord op, kunnen wij dividend ontvangen voor fase 15? Ja, dat antwoord is er. Dat deel ik nu nog niet met jullie, maar ik kan jullie wel aangeven dat het antwoord er is. Zodra ik het met jullie kan delen, zal ik dat doen. Goed, dit gezegd hebbende wens ik jullie nog een hele fijne avond. Ik wil jullie ontzettend danken voor jullie tijd, aandacht en energie. Zorg goed voor jullie zelf, maak er een mooi weekend van. En ik hoop dat we jullie mogen verwelkomen op de eerstvolgende webinar. Dat is volgende week donderdag en die zal worden gegeven door mijn collega Nettie Sommers. Nogmaals, hartelijk dank, fijne avond.